Dus 325 euro koptelefoon, de Gear Street Prince. Moet je hem halen of moet je hem niet halen? Dat is natuurlijk altijd weer de vraag bij dit soort video's. Oké, dus dit is hem. De Gear Street Prince. En op eerste blik ziet het er eigenlijk zo'n beetje uit als een constructie koptelefoon eigenlijk. Wat je ook wel ziet op constructiewerkvelden, zodat ze niet helemaal doof worden of wat dan ook. Of ja, dit lijkt wel een beetje op zo'n koptelefoon. Qua stijl vind ik het dus ook niet echt de meest charmante koptelefoon. Maar weet je, zolang het maar praktisch en goed zit. Want dat doet hij ook echt wel zeker. Op mijn hoofd sluit het hartstikke goed af. Want de oorschelpen die kunnen nog steeds een beetje links en rechts meedraaien. Ook voren en achterkantelen. Dus je krijgt altijd een goede fit voor op je hoofd. Wat fijn is. Want sommige koptelefoons daar kun je niet eens links en rechts mee draaien. En dat is gewoon... Waarom überhaupt? Kom op, dat lijkt mij gewoon een vereiste in koptelefoons tegenwoordig. Voor de rest, de earcups hebben natuurlijk, zoals je ziet, echt grandioze hoeveelheid foam. En ik vind het fantastisch. Het zit super comfortabel op mijn hoofd. Zowel op de hoofdband als op de oorkussens. Het zit echt hartstikke lekker. De koptelefoon is op zich nog redelijk licht. Dat verwacht je eigenlijk niet als je hem zo ziet. Maar hij is nog best wel redelijk licht. I like it. Ik heb het thuis meerdere uren geprobeerd. Ik krijg gewoon geen last van mijn hoofd. Niks verkeerd aan. Het is gewoon hartstikke top. I like it. Kwaliteit is goed. Het is een metalen band. Dus natuurlijk geen cheap ass plastic. Dus tip top. I love it. De kabels nog die je erbij krijgt zijn dan trouwens een oplaadkabel. Dus een USB-C kabel die je dus aan de onderkant bevestigt. En nog een 3,5 mm kabel die je gewoon in kan pluggen en ook mee kan luisteren. Maar goed, voor de rest, qua afwerking ziet het er hartstikke netjes uit. En het leukste deel nog aan deze koptelefoon is dat alles is gewoon verwijderbaar en vervangbaar en dat soort dingen. Want namelijk, deze koptelefoon komt niet in een normaal pakketje zoals je verwacht. Nou ja, komt wel in een pakketje. Alleen het gaat door je brievenbus heen. En dan denk je, hoe pas je zoiets nou door je brievenbus heen? Nou, dat kan daadwerkelijk, omdat alle onderdelen zijn gewoon uit elkaar, gewoon los van elkaar, zeg maar, in een doos gezet. Dus jij moet zelf deze koptelefoon ook nog zelfs in elkaar zetten. Dan zou je wel denken, ik betaal hier 325 euro voor en ik moet zelf ook nog zelfs de koptelefoon in elkaar zetten. Rustig, rustig, rustig. Het is dat niet zo heel moeilijk hoor. Het is heel makkelijk te doen. Ik heb trouwens ook gewoon een filmpje als het goed is. Tenzij ik hem kwijt ben. Laat ik hem nu afspelen. Hoe ik hem allemaal een beetje in elkaar heb gezet. Het is best wel geinig. En best wel uniek idee. Want waarom ze dat dus doen. Is natuurlijk om een beetje duurzaam te wezen. Want namelijk deze koptelefoon. Kun je dus voor je leven lang gewoon dragen. Als in natuurlijk dingen gaan stuk. Maar hun vervangen alle onderdelen kosteloos voor je. Dus je betaalt die 325 euro voor, maar tegelijkertijd heb je gewoon voor het leven lang gewoon reparaties. Dus mocht er iets stuk zijn, of je hond denkt van dit is een leuk speeltje, en zit allemaal alles los te skeuren, dan maakt het allemaal niet uit. Gerard Street, die vervangt het gewoon kosteloos voor je, of stuurt een nieuwe koptelefoon op, mocht het echt daadwerkelijk alles helemaal finaal kapot wezen. Dan sturen ze je gewoon een nieuwe koptelefoon op. Dus dat is echt een hartstikke leuk en tof idee. Wat echt wel een waarde op zichzelf heeft. Want leuk ook is trouwens, want de oorcups die kun je dus... Oké, dus de oorcups kun je dus verwijderen. Wat best wel een leuke ding is. Die kun je dus heel simpelweg gewoon eraf draaien en erop schroeven. En al dat soort dingen. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Want op een gegeven moment gaan natuurlijk jouw oorkussens gaan nog natuurlijk een beetje slijten. En gaan ze uiteindelijk stuk. Ik bedoel misschien niet in de eerste 2 jaar. Maar misschien wel over 5 jaar. En dan kun je ze gewoon super makkelijk gewoon vervangen. En kun je weer verder gaan van waar je was gebleven. Hartstikke top. En de oorschelpen zijn met elkaar verbonden. Niet met een draadje die vast in zit. Nee, daadwerkelijk door een USB-C kabeltje die erin zit. Dus mocht die kabel kapot gaan, een USB-C kabeltje fixt alles ook wel weer. En dat vind ik best wel tof. Idee, I like it. Het enige nadeel wat hier dan wel weer bij komt is, je kan deze koptelefoon niet opklappen. Dat kan we niet, want de meeste koptelefoons dan kun je natuurlijk gewoon vouwen en draaien en dat soort dingen. Deze kunnen dat dus niet. En dat vind ik toch wel echt heel jammer. Om deze te verstellen moet je namelijk een schroefje losdraaien, omhoog schuiven en vastdraaien. Op zich is dat ook wel weer fijn, want
Je oorschelpen blijven echt op de plek waar het zou moeten wezen. Want soms heb je wel eens met koptelefoons, dan gaan ze toch weer een beetje schuiven en anders doen. En heb je uiteindelijk weer dat je ene kant wel wat verder staat dan de andere. En op deze manier heb je dat niet. Nou heb ik hem wel een beetje verkeerd afgesteld, dus als je hem zo ziet op mijn hoofd is het niet gelijk op aan. Maar het kan wel als je dat zou willen. En dan kom ik nog trouwens even terug op dat opklappen. Het jammer aan het aanschaffen van deze koptelefoon is dat je niet een hoesje standaard hierbij krijgt. Dus je moet daadwerkelijk nog een hoesje van 25 euro erbij kopen om deze koptelefoon in te bewaren. En ik heb zelf voor zo'n bedrag van 325 euro verwacht ik toch wel een opberghoesje. Want als je kijkt naar koptelefoons voor 150 euro brengen ze al gewoon hartstikke leuke carrying cases of van die soft cases brengen ze gewoon met zich mee. Waardoor je alles gewoon hartstikke compact kan meenemen. Dit biedt het dus niet aan, is wel een beetje jammer. En qua toeters en bellen heb je trouwens aan je linker oorschelp heb je gewoon een volume omhoog en omlaag knop. Met een 3,5 mm ingang natuurlijk. En aan de rechterzijde heb je een oplaadkabel, een oplaadpoort, een USB-C poort en een Bluetooth knop en een ANC knop, dus Active Noise Cancelling knop. En die dient tegelijkertijd ook nog voor ambient. En ambient is dus dat je meer van je omgeving kan horen en ik moet best zeggen, het werkt best wel goed. Ik kan hartstikke keurig en helder horen wat om me heen gebeurt en dat is fijn. De Bluetooth knop dient voor natuurlijk het Bluetooth pairing, maar ook als een aan- en uitknop. Dus als je hem ingedrukt houdt, dan gaat hij ook aan of uit. Hoe klinkt het nou? Is hij nou echt goed klinkend? Want voor 325 euro krijgen we wel een beetje een verwachting natuurlijk. Eerlijk gezegd moet ik zeggen dat het echt fantastisch klinkt. Er zit lekker veel detail in de muziek die je luistert. De bas klinkt gewoon lekker, het is super gebalanceerd en helder en alles is op zich best wel goed. Hartstikke fantastische bas. Ik moet zeggen dat het op zich best wel op een sweet spot zit. Voor wat ik echt fijn vind. Dus als ik hip-hop luister, dan klinkt het gewoon hartstikke lekker. Maar mocht ik opeens rockmuziek gaan luisteren of dat soort andere muziek, dan klinkt het gewoon super helder en fantastisch en goed. Ik ben er hartstikke blij mee. Ik denk dat niemand hier echt over zal klagen. En met de batterij kun je ongeveer 40 uren verwachten dat je hiermee zal gaan. Waarbij Active Noise Cancelling aanstaat, dan is het ongeveer 22 uur. Dus dat. Op zich vind ik dat prima gangbaar. Ik ben zelf ook niet de persoon die heel veel koptelefoons gebruikt op een dag. Alleen die op mijn computer eigenlijk. Maar voor de rest gebruik ik een draadloze koptelefoon misschien 1 keer of 2 keer op een dag. Misschien 2 uurtjes achter elkaar. En dan is dat natuurlijk ook wel dikke prima. En dan gaan we over naar de microfoonkwaliteit. De microfoon zit trouwens hier aan de voorzijde. Al dus als je aan het fietsen bent en je hebt Active Noise Cancelling aan. Je hoort natuurlijk wel dat wind klepperen erin. Graag zou ik ook willen zien dat fabrikanten misschien op een manier daar rekening mee kunnen houden. Dat je nog Active Noise Cancelling aan kan zetten. En dat je niet geklepper hoort door die microfoon heen. Want dat vind ik wel echt enorm storend. Maar goed, aan de voorzijde zit hij. En de kwaliteit is op zich vrij keurig. Het is niet natuurlijk uitermate bijzondere kwaliteit. Maar ik moet zeggen, het is een prima kwaliteitje. Maar ik had toch wel echt die inline microfoon erbij willen hebben. En voor 325 euro had ik op zich dat graag nog even bij willen hebben. Trouwens, hier heb je nog een fragmentje. Dus dit is de geluidskwaliteit van de Gerrit Street Prince. Over het algemeen is de kwaliteit best wel keurig. Je kan hartstikke goed verstaan natuurlijk wat er gezegd wordt. Natuurlijk als een dedicated microfoon of een inline microfoon die je er vaak bij hebt zetten, is dit natuurlijk wel een stukje minder. Maar nog steeds hartstikke keurig juist voor een microfoon die op de koptelefoon zelf zit. En dan gaan wij over naar de eindbeoordeling. Wat vind ik nou van de Gerrit Street Prince? Laten we alles eventjes opsommen. Comfort is fantastisch. Het zit super goed op je hoofd. Super comfortabel. Het is gewoon mooi licht. Goed van kwaliteit is het ook. Audio kwaliteit is trouwens ook fantastisch. Super helder. Zit veel detail in. Mooi aanwezige bas. Oorschelpen, alles kun je zomaar vervangen, wat dus ook fantastisch is. USB-C natuurlijk voor het opladen, wat ook gewoon tip-top is. Het enige waar ik echt aanmerkingen op heb, is gewoon dat je geen draaghoesje er standaard bij krijgt. Je krijgt een inline microfoon bij, dus voor op Teams te zitten bijvoorbeeld. Als je bijvoorbeeld op school zit of wat dan ook, is een inline microfoon echt super handig. Want je wil natuurlijk niet dat iedereen van de klas wordt opgenomen met je geluid. Maar alleen je stem dat vlakbij zit.
Dat heeft het natuurlijk niet. En mede natuurlijk omdat je natuurlijk niet die koptelefoon kan opvouwen, vind ik een draaghoesje best wel een item wat je sowieso erbij had moeten hebben. Maar ja, voor de rest, alles is super goede kwaliteit. €325 of €125 per jaar. En dan krijg je de laatste Gerrit Street koptelefoon altijd binnen. Zou ik het zo snel aanraden? Ik weet niet. Als jij bijvoorbeeld misschien wel een dochtertje hebt of een zoontje van een paar jaar oud die altijd heel ruig is met het spullen in huis. Weet je, als hij schade heeft, dan kun je hem zo weer vervangen en dan doen ze het niet zo moeilijk over. Of een hond die lekker op zit te knabbelen, maakt niet uit, hun vervangen het gewoon voor je. Nou weet ik niet tot hoeverre dat ze dat elke keer gaan doen, want als je elke dag weer komt van, hey, hij is weer stuk, dan denken ze ook van, Maar ja, dat is nog iets van waar je misschien eventjes moet induiken en hun moet vragen. Maar als het letterlijk gewoon een lifetime is, altijd repareren, dan zou ik zeggen, het heeft best wel goede waarde. Want dit is dan de enigste koptelefoon die je voor het leven moet dragen. Of moet, niks moet, maar kan dragen. En daarom beoordeel ik de Gerrit Street Prince. Nou kan ik het niet een 5 van de 5 sterren geven, maar ik kan het wel 4,5 sterren van de 5 geven. En dat is gewoon puur omdat het niet compact opgevouwen kan worden. Wat ik best wel een belangrijk puntje vind. En dat is de video. Dus jongens, super dank voor het kijken. En ik zou zeggen, abonneer je natuurlijk als je meer wilt zien. En tot de volgende keer maar weer. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat. En tot de volgende keer.